Okay, riders, random start. Rider is ready, watch the gate. Slaap is denk ik een van de belangrijkste dingen voor ons als topsporter. Kijk, we trainen veel, maar rust en herstel is daarin zeker net zo belangrijk. Dus slaap en tussendoor slapen, powernap, etc. zijn van groot belang. 's Nachts doe je toch een groot deel van je herstel en daarom is sowieso minimale slaap is wel belangrijk. Als je te weinig slaapt, herstel je gewoon niet genoeg. En ook wel de kwaliteit van je slaap, of als je de hele dag lucht te woelen, dan herstel je ook niet goed genoeg en daarom is slaap wel heel erg belangrijk. Ik hou allemaal slapen, dus ik heb een goede nachtrust nodig om de volgende dag weer te kunnen presteren in mijn trainingen. Dus het is wel heel belangrijk. Slaap is heel belangrijk voor mij. Om optimaal te kunnen presteren is herstel heel erg belangrijk. Ik train ongeveer 30 uur per week, dus ik heb een hoop slaap nodig. 's Nachts verwerk je alles van de training van die je door de week hebt gedaan. En als je dat kun je 's nachts verwerken tijdens slapen. Dus daarom is dat wel zeer belangrijk. Er zijn echt wel immens veel dingen waar je op moet letten. Niet alleen slaap, maar ook je rust en je werkverhouding. Slaap is immens belangrijk voor mij. Zeker in deze periode, de winterperiode. Dan train je zoveel en dan ben je zo moe en moet je lichaam zoveel herstellen. Echt, als je niet genoeg slaap hebt, dan kom je echt de volgende training niet door. Dus het is echt wel onmisbaar. Rust is naast het hele vele trainen in de week heel erg belangrijk om weer te kunnen herstellen van alle trainingen en de volgende dag weer vol de team aan te kunnen gaan.